In deze handleiding gaan we aan de slag met Slider Revolution 6. We gaan een nieuwe slide toevoegen en dat doen we door opnieuw te klikken. Het is belangrijk om te weten dat je hier de algemene opties hebt voor de hele slide. Je hier de bediening van de slide kan beheren. Hier de slide zelf kan aanpassen. Dat kun je een beetje vergelijken met de dia's van de PowerPoint die je hiermee kan aanpassen. En hier de laag opties hebt. We beginnen met het toevoegen van de achtergrond. En dat doe ik bij de slide opties. Ik klik hier bij type op image en ik selecteer een foto uit de mediabibliotheek. Vervolgens ga ik een laag toevoegen, en wel een tekst. Door hier op tekst te klikken, krijg ik een tekstlaag. Die kan ik hier voorzien van content. Wat ik wel vind is dat het een beetje karig uitziet. Gelukkig geeft Revolution Slider wat makkelijks. Door hier op de laatste optie te klikken, heb je een aantal voorgedefinieerde stijlen die je kan toepassen. Bijvoorbeeld deze. Dat ziet er al een stuk beter uit. Wat ik nu wil doen is een knop toevoegen. Ook die kan ik voorzien van een voorgedefinieerde stijl. Hier bij laag opties, content, kan ik hem voorzien van een stuk tekst. Bij stijl kan ik de achtergrond van de knop veranderen. Bij hover, want zoals je ziet als mijn muis er overheen gaat, wordt die blauw. Bij hover kan ik de achtergrondkleur veranderen als ik met mijn muis er overheen ga. Dat doe ik hier. Dat mag wat donkerder rood zijn. Wat overblijft is het toevoegen van een link. Als je hier met je muis op klikt, wil ik dat diegene wordt doorgestuurd naar een andere pagina. Dat stel ik in via Actions, hier rechts. Ik klik op de optie Simpel Link om hem door te sturen naar een pagina. Ik vul bij Link URL het adres in waar diegene nou wordt doorgestuurd. Ik kan het venster nu sluiten. Je hebt nu gezien hoe je een achtergrond toevoegt, een titel en een knop. Wat verder goed om te weten is dat je de laag hier kan dupliceren. Stel je wilt twee knoppen hebben en je hebt geen zin om al dat werk opnieuw te doen, kan op deze manier dupliceren. Via het prullenbakje kun je weer verwijderen. Met dat slotje kan je ervoor zorgen dat je het veld niet meer kan aanpassen. Dus stel ik ben nu wel klaar met deze titel, dan zet ik hem hier op slot. En dan kun je er niet meer aan zitten. Wat je ook kan zeggen is dat je een venster wil verbergen. Dat doe je zo. Het is dan niet meer zichtbaar in de slide. Wat ook goed om te weten is dat je hier je acties ongedaan kan maken. Undo en redo. En als laatste is het goed om te weten dat je de layout kan aanpassen voor een apart apparaat, bijvoorbeeld voor smartphones. Zo kan je ervoor kiezen dat je slide er anders uitziet op mobiele telefoons. Als ik hier op on klik en dan op mobiel klik, kan ik de layout aanpassen. Wat me opvalt is dat de slide heel klein wordt, en met name de tekst. Nou heb ik toevallig die titel op slot gezet, dus dat haal ik weer even van het slot af door hier te klikken. En vervolgens als de titel aanpas, vul ik bij stijl in dat tekst zo rond de 32 pixels groot moet worden. Daarna lijn ik hem netjes in het midden uit en doe ik dat hetzelfde met de knop hieronder. Ik zie dat de achtergrond niet meeschaalt. Ik verander dit veld daarom in een waarde die hoger is dan deze, bijvoorbeeld 50. Het ziet er nu zo uit. Ook kan ik hier met de pijltjes, je ziet het, het formaat aanpassen en de tekst hier centreren. Nou, volgens mij ziet het er nu prima uit op mobiel, vergeleken met het op de computer. Als ik wil zien hoe de slide eruit ziet op de website, kan ik hier op play klikken. Dan zie je dat met de animatie. Als ik de animatie wil aanpassen, klik ik hier bij slide opties op animation.
Ik kan hier, door op het tandwieltje te klikken, de intro en outro van de slider aanpassen. Kijk, zo kan ik ervoor kiezen dat het er zo uit komt te zien. En dat is in een notendop hoe je een nieuwe slide aanmaakt binnen Revolution Slide. Op het moment dat je klaar bent, klik je rechtsonder op save. Dan sla je het werk op. Doe je dat niet, dan ben je je voortgang kwijt. Daarna kan je hier linksboven op back klikken. Je gaat dan terug naar je website. Op het moment dat je de slide wil aanpassen, ga je hier met je muis overheen en klik je op het potloodje. Als je dan een nieuwe slide wil toevoegen, klik je hier linksboven op slides, add slide. Je voegt dan een tweede dia, zoals we dat in PowerPoint kennen, toe. Je kan er ook voor kiezen om deze dia te dupliceren. Dat scheelt je werk bij het aanmaken van een nieuwe slide. Dit is in een notendop hoe Slider Revolution 6 werkt.